We hebben er eventjes op moeten wachten, maar na de zomer was er vandaag voor het eerst weer sprake van lokale vorst. En daar hebben we het over vorst op waarneemhoogte, dus op 1,5 meter hoogte. Want dichter aan de grond is het de afgelopen weken wel vaker tot temperaturen onder nul gekomen. En daarvan was sprake op het weerstation van Woensdrecht, Arse en El, dus in het zuiden van het land. En deze foto uit Limburg laat ook mooi zien dat we vanochtend wel een licht winterstintje hadden met die berijpte weilanden en die dunne mistbanken. Nou, de rest van de dag was er volop ruimte voor de zon, zoals hier in Gelderland. Echt strak blauwe luchten, geen wolkje aan de lucht. Maar dat was niet overal het geval, want er kwam ook wel wat bewolking voor. Deze foto komt uit het zuidoosten van Brabant. En daar zien we die wolkenvelden al geleidelijk komen aanzetten. En als we dat van bovenaf even bekijken, het satellietbeeld, dan zien we dat er vanochtend boven het noorden van het land eerst nog wat laaghangende bewolking aanwezig was. Boven het midden en zuiden dus volop ruimte voor de zon. Maar in de loop van de ochtend zien we vanuit het zuidoosten dit veld met bewolking geleidelijk over Gelderland, Brabant en Limburg schuiven. En daar ging de zon dus vaker schuil. De komende uren moeten we met wat meer bewolking rekening houden. Vanavond gaat vanuit het zuiden die bewolking verder toenemen en krijgen we ook met een regenzone te maken. Overdag is het dan weer droog, maar later in de namiddag en avond trekt deze band met regen over. Dan is het weer een tijd droog en op woensdag zien we dit lage drukgebied naderen. Daaromheen krult weer een volgende band met neerslag. Dus zo is het een beetje een komen en gaan van droge perioden, maar dus ook neerslaggebieden. Nou, u ziet dat er vanavond dan uit. In het noorden en midden van het land is het eerst nog droog met opklaringen. En tijdens die opklaringen gaat de temperatuur ook weer behoorlijk hard onderuit. 5 graden op de koudste plaatsen. In het zuiden van het land wordt de bewolking al snel dikker en kunnen in de loop van de avond al de eerste regendruppels hun opwachting maken. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Daar komt in de nacht niet heel veel verandering in. Maar vanuit het zuiden neemt die bewolking dan toe. Ook in het noorden raakt het dan bewolkt. En op steeds meer plaatsen volgt dan enige tijd regen. En als u nog goed naar de temperaturen van de avond heeft gekeken, dan ziet u dat de temperatuur ook geleidelijk wat gaat oplopen. Dus dat die minimumwaarden al in de avond of vroeg in de nacht worden bereikt. En dat het daarna door die bewolking geleidelijk wat zal opwarmen. Nou, morgen overdag dan trekken die regenwolken weg naar het noorden. Dan is het een tijdje droog met wat ruimte voor de zon. Maar later op de dag nadert vanuit het zuiden, zuidwesten, dan alweer die volgende band met neerslag. Temperatuur is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Misschien iets boven gemiddeld, zo'n 12 graden in het noorden en nog zo'n 14 graden in het zuiden van het land. En opnieuw een zuidelijke wind daarbij, wel iets steviger dan vanavond en de nacht. Met windkracht 3 boven land en nog windkracht 5 in de kustgebieden. Nou, hoe gaat zich dat de komende tijd verder ontwikkelen? Nou, dat patroon zet zich eigenlijk wel een beetje voort. Een blik naar de middagse ziet ook dat we regendruppels zien verschijnen, maar dat er ook wel van tijd tot tijd een zonnetje zichtbaar zal zijn. En wat vooral opvalt is dat helemaal aan het einde van de week de temperatuur geleidelijk wat verder omlaag gaat, maar tot die tijd blijft het dus wel wisselvallig.